winnaar van de allereerste Remarketing Innovation Award 2011 is geworden... de Stamgroep. Winnaar van de allereerste Remarketing Innovation Award, Gerlof Stam van de Stamgroep. Een hele eer, omdat natuurlijk de collega's op mij gestemd hebben, dat is fantastisch. Zoiets kunnen we niet alleen doen, hè. Dat doen we al een hele tijd, maar dat hebben we in samenwerking gedaan met Autoveiling Online. En dat is een hele goede partner geweest in de loop der tijd, waar we veel aan gehad hebben. Maar we zijn bieren trots dat we hier staan. Levert het jullie ook meer geld op? Ja, het levert ons zeker meer geld op. Dat is altijd moeilijk te meten, want wat had het anders opgeleverd? Dat is lastig. Wat ik wel kan zeggen is dat wij sinds de invoering van de veiling substantieel meer zijn gaan verdienen op handelsauto's. En wat er aan de andere kant tegenover staat is dat ons marktaandeel op nieuwe auto's, dus dat wat belangrijk is voor je inruilwaarde, niet is gedaald en zelfs nog is gestegen. Dus ja, het is succesvol, absoluut. Je zegt dat jullie handelaren nu zelf nadenken over de interruilen auto's. Deden ze dat voor die tijd dan niet? Ja, maar niet in de hoedanigheid zoals ze dat nu doen. Daarvoor deden ze dat wel een beetje, maar het was vooral gebaseerd op het bellen van één handelaar of drie handelaren. En daar werd dan de prijs door bepaald. En wat je nu doet is, je kijkt op internet wat een logische prijs is. En je gaat zelf nadenken, waardoor je ook betere argumentatie hebt naar je klant toe, waarbij je de auto gaat inruilen. Dus dat is heel goed. Dus een onderschat item in het geel, dat we zelf nadenken over wat een auto waard is. Zijn de handelaren er blij mee? Natuurlijk. Want zij hebben de kans om meer auto's te kopen bij ons en op meer auto's te bieden. Als de handelaren niet blij zouden zijn, zou het voor ons niet gunstig zijn. Maar als jullie hogere prijzen realiseren, worden die betaald door de handelaren? Natuurlijk, maar er zijn ook meer auto's waarop zij kunnen bieden. Ze hebben meer kans om de juiste auto voor de juiste klant te zoeken. En bovendien staat de auto er al. Ze hoeven dus niet in te schatten wat de auto over 3 maanden moet gaan opleveren. Ze lopen dus minder risico, want de auto staat er al en ze kunnen direct een prijs bieden.